Hij is absoluut de beste voetballer uit de historie van het Nederlandse voetbal. Hij heeft de neiging om tussen neus en lippen de crisis in Syrië en ook onze economische problemen even op te lossen. Maar wanneer het over voetbal gaat, dan is hij werkelijk geniaal. Goed, ik zie er goed uit. Ja, lifestyle. Maar goed. Johan, je bent van een pensioengerechtigde leeftijd inmiddels. Dan zou je hele leuke dingen kunnen gaan doen met je kleinkinderen. Maar jij maakt je zorgen om je clubje en je gaat de prestigestrijd uitvechten. Hoe kan iemand dat opbrengen? Nou, ik denk niet dat het een prestigestrijd is, zeker niet. Het is gewoon een kwestie van dat je voetbal op een andere manier ziet. Ik vind dat op een andere manier moet gebeuren. En daardoor hebben we ook met z'n allen naast elkaar gestaan om dingen te veranderen. Jawel, maar jij zit er in Barcelona lekker in het zonnetje. Ja, ja. En je kunt ook zeggen, zoek het maar uit in Amsterdam. Jawel, maar is dat het clubhart wat opspeelt dan? Ja, het is een beetje alles wat ik doe. Gepensioneerd kun je zeggen, dat ben je al heel lang. Dus als je het voetbal als uitgangspunt neemt. Hè. Dus sinds 96 heb je dus geen club, met andere woorden. Je doet dus niets in het voetbal, ofschoon je natuurlijk op een heleboel manieren wel veel dingen doet. En wat vaak met gewone, normale, sociale dingen te maken hebben. Maar wel vanuit een sportgedachte. Het was natuurlijk een drama welke kant het Nederlandse voetbal opging. Dus er moest gewoon wat gebeuren. Jij zag Ajax afglijden? Nou, niet alleen Ajax, je zag het hele Nederlandse voetbal afglijden. En dat blijkt nu ook alweer deze week niet, als je die kranten leest. Dat we de laatste WK, zeg maar 3 jaar geleden, tweede werden. En nu zitten we nog niet eens meer in de eerste pool als er geloot wordt. Dus er is genoeg gebeurd en ja, dan moeten we wat veranderen. En het punt was aangebroken dat iemand in moest grijpen, vond jij? Ja, het is. Ik vond dat het tijd werd om in te grijpen. Maar aan de andere kant, je moet ook mensen hebben waar je mee kan ingrijpen. Hè? Dus je kan wel een leuk verhaal vertellen, maar als er niemand is wie het kan gaan uitvoeren, dan heb je natuurlijk weinig aan. Nou, je ziet dus dat de generatie Bergkamp, om het zo maar te noemen, met Jong, met alles wat er rondloopt. Dat zijn dus voetballers die dus onafhankelijk zijn. Dus niet bevattelijk voor welke chantage dan ook. En B, zo opgeleid zijn, zo intelligent zijn. Wat wij natuurlijk vroeger allemaal niet hadden. En die zijn er nu klaar voor om dit over te nemen. En die zijn er ook toe in staat. En zij zijn ook de mensen die dus eigenlijk het werk uitvoeren. Ik ken je vrouw Danny heel goed. Die heeft een beetje mijn karakter. Die heeft vast tegen jou wel eens gezegd, joh, wat maak je druk om? Ja, ja dat hoort er eenmaal, denk ik, bij mijn leeftijd. Ik ben dus een na de oorlog mannetje. En wij zijn altijd vechters geweest. En dat is eigenlijk overal teruggekomen. Jawel, en er speelt nog een ding. Zodra ze jou proberen te piepelen, word jij altijd strijdbaar. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Het is een karaktereigenschap dat als iemand je denkt op een of andere manier
neer te zetten, te gebruiken of wat dan ook. Dan gebeurt er wat van binnen en dan, ja, dan gaan we het gevecht aan. Toen jij trainer in Barcelona werd, zag je op alle posities binnen de clubs ex-spelers terugkeren. Je hebt er nooit een geheim van gemaakt dat Bayern München een beetje een voorbeeld is voor jou, waar ex-topspelers op de belangrijke posities zitten. Ja. En eigenlijk wilde je dat ook bij Ajax realiseren. Jawel, het, eigenlijk is de manier van uitleg vrij simpel. Waar wordt Ajax op beoordeeld en waar verdienen ze hun geld mee? Met voetbal. En met het eerste elftal? Ja, dat is het eerste elftal, maar in principe het voetbal. Dus moet je mensen hebben die verstand van het voetbal hebben. En die moeten de basis vormen. En wat er omheen zit, moet ondersteunend zijn in bepaalde onderdelen. Die dus, en dan vergelijk ik het maar met een elftal. Je hebt allerlei soorten posities, allerlei soorten kwaliteiten. Maar gezamenlijk moet je team vormen. En aangezien de basis voetbal is. Voetbal is heel uitgebreid, hè. Wij bagatelliseren het altijd maar. Maar een goede trainer is alles. Nou, dat is het dus niet. Je moet een goede coach hebben bovenin. Je moet een goede opleider hebben voor jongens van 18 jaar. Maar je moet een hele goede opleider hebben ook voor een jongen van 10 jaar. Want die opleidingen zijn totaal verschillend allemaal. Doordat elk kind op elke leeftijd eigenlijk anders is. Maar dan moet je dus ook op die manier het maximale rendement uithalen. En dus alles onder één noemer gooien van bij de ouderen, dat is belangrijker. Nou, het lijkt belangrijker, maar die ouderen moeten daar gebracht worden, die spelers. Dus een jeugdtrainer is gewoon heel belangrijk op een bepaalde leeftijd. En ik denk dat je dat soort dingen gewoon moet karakteriseren, goed moet neerzetten. En vanaf dat moment heb je een goede opleiding. Dit verhaal dat ging erin als koek bij alle mensen die gevoetbald hebben. Die wisten waar jij over sprak. Maar de raad van commissarissen met meneer Ten Haven aan het hoofd, die hadden hun twijfels en die gingen zich verzetten. Ja, ik denk dat die mensen gewoon een verkeerd beeld hadden zoals zij zijn. Dus misschien hebben ze verteld, oh, dat zijn mijn voetballers en voor de rest als je die een beetje... Nee, dat is niet meer zo. Dat was misschien vroeger, zou dat wel gekund hebben. Maar mensen die ontwikkeld zijn, zoals de jongens die er nu zitten, Van der Sar of een Overmaas, die kun je toch niet meer in de maling nemen. Dat is onmogelijk. Plus dat die jongens buiten hun eigen kwaliteiten, hebben ze dus in posities gezeten, of je nou waar dan ook in de wereld speelt, voetbalt. Je hebt altijd met zijdingen te maken, dus niet alleen voetbal, maar alles eromheen. Of het nou pers is, of het nou je eigen financiële situaties of wat dan ook. Er zijn zoveel dingen waar ze mee te maken hebben, die we ze moeten oplossen. Dus deze mensen hebben allemaal al jaren, ik weet niet hoeveel adviseurs, dus het is niet alleen wat zij zelf weten, maar het is ook wat de mensen om deze jongens heen weten. Die mensen die daar omheen lopen, dat zijn mensen die graag rugdekking willen geven aan dit soort jongens. Ja. En het gaat er niet meer om geld, want die jongens die zijn binnen. Dus daar gaat het allemaal niet eens meer om. Het gaat er gewoon om waar je hart zit en waar je mee bezig wil zijn. En er is niemand van die spelers, maar ook helemaal niemand, die bij een onderdeel wat hij niet domineert, dominant zal zijn. Zeker niet. Of hij zal zeggen, hey, ik roep er eens iemand bij. Hey, dat er is... Wij zijn namelijk gewend die om hulp in te roepen. Maar die jongens die weten waar ze niet goed in zijn. Ja, natuurlijk. Dat is het eerste wat je leert. Die spiegel is bij ons natuurlijk de belangrijkste maatje. Dat je ten alle tijden ziet, naar jezelf kijkt. Of een van die anderen, die zal het je ook wel vertellen onder elkaar. Daar zitten we allemaal niet mee. En daar word je alleen maar beter van. Na Ajax Real Madrid in het najaar van 2010 zaait Cruijff via zijn columns in de Telegraaf het zaad voor zijn fluwelen revolutie. Het wordt uiteindelijk een smerige oorlog waarin onder andere de voltallige raad van commissarissen sneuvelt en als ook nog Louis van Gaal via de achterdeur wordt binnengehaald, volgt zelfs een rechtszaak. Jij gaat zo'n strijd aan. Hou je dan er ooit rekening mee dat je zo'n strijd ook kunt verliezen? Nou nee, die strijd is niet verliezen. Dit soort wedstrijden, dit is echt profclub tegen amateurclub. Die kan je niet verliezen. Zo zelfverzekerd was jij wel? Nou nee, de dingen zijn zo duidelijk. Zo extreem duidelijk. Er is gewoon niet te tegen te discussiëren.
je zegt eigenlijk ook, die raad van commissarissen is heel naïef geweest dat ze een strijd gevoerd hebben binnen een voetbalclub, terwijl ze helemaal geen voetbalachtergrond hebben. Ja, ik denk dat ze het meeste onderschat hebben zoals voetballers zijn en denken. Voetballers hebben natuurlijk een bepaalde hardheid in zich. Een bepaalde manier van denken. Je moet rekenen. Het klinkt simpel. Maar als jij morgen in Engeland gaat voetballen, noem het op. Moet je gezin mee, moet je scholen zoeken, je moet een huis zoeken. Je moet wennen aan allerlei dingen die in dat land gewoon zijn. Maar als die scheidsrechters fluit om 12 uur, dan moet je wel zorgen dat je de beste bent, want daar ben je voor gehaald. Nou, dat is een bepaalde karakter. De mensen die dat kunnen, en als je al deze mensen neemt die er zitten, die kunnen dat allemaal. Die zijn niet met een kluitje in het riet te sturen. En helemaal, ja, als iemand ze aanvalt, ja, dan gaan de hakken in het zand. En dat is niet alleen verdedigen, want we gaan aanvallen. Maar ze zijn streetwise en dat zijn vechters. Natuurlijk zijn het vechters, anders kan je er nooit komen. Je kan namelijk, als je de topsport neemt, dan is kwaliteit één. He? Dus je moet kwaliteit hebben. Maar als jij er geen 100% in stopt, kan je er nooit 100% uithalen. Als je er maar 50% in stopt, kan je er 50% uithalen. Al deze jongens hebben 100% in hun carrière gestopt. Anders hadden ze het nooit gehaald. Dan denk je toch niet dat als ze wat anders gaan doen, ze het kwijt zijn. Dat zit in het systeem. En dat is fantastisch om mee te werken. Ten Hag is onderuit gegaan hier. Maar had de man wel kwaliteiten waar Ajax iets aan zou kunnen hebben? Oh, dat zal zeker. Het is natuurlijk niet de eerste het beste. Maar het is niet zo dat... Ik denk dat hij zijn kwaliteiten ter beschikking had moeten stellen bij Ajax. En niet Ajax onder zijn kwaliteiten. En een voetbalbedrijf is dus een gigantisch uitgebreid bedrijf. Laat ik het zo maar noemen. Extreem. En meestal is het zo dat van de basis waar de club van leeft, in dit geval is dat voetbal, ja, het moet altijd leidend zijn. Ja. Dat kan niet anders. Hij was een man. Hij kwam net kijken in de voetballerij. Hij had helemaal geen verleden. Uri Coronel had wel een verleden. Daar kreeg jij een conflictje mee. Die heb jij ouderwets de waarheid gezegd. Toen is die man eigenlijk helemaal ontspoord. Ging hij zelfs op een persconferentie nare dingen naar buiten brengen. Die relatie is helemaal stuk. Ja, het kan me niet zo verschrikkelijk veel schelen wat de mensen zeggen, eerlijk gezegd. Om de hele eenvoudige reden dat het gaat ergens om of het gaat ergens niet om. In dit geval, toen wij met hem spraken, of ik met hem sprak, zag Ajax er niet goed uit. Op geen enkel gebied, op geen enkele manier. Organisatie klopte voor geen meter. De mentaliteit die wij hebben, was dus door de hele club, zeg maar, verpest. Wat is onze mentaliteit misschien, als je dat uitlegt? Dat je zegt van elke week moet een trainer beslissen wie er wel of niet speelt. Dus je moet mensen teleurstellen, moet mensen opstellen. Het rendement van de kwaliteit. Het verbeteren van het rendement van de kwaliteit. Ja, zo zijn wij opgegroeid. Zo zijn we ons leven lang behandeld. En dat zit gewoon in je genen, in je karakter zit dat. Dat je moet elke dag verbeteren. En als je de hele organisatie in de club zit, dan ging het eerder achteruit. Het was meer eigenlijk een kennis van een kennis. Dan denk je, zegt jongens, hier ontbreekt een kwaliteit. Die moeten we invullen. Je bent eigenlijk met frisse tegenzin in die raad van commissarissen gaan zitten. Toch was het achteraf wel handig dat je er zat toen het een en ander uitgevochten moest worden. Hè? Dat is ook altijd waarvan ik denk dat het... Dingen gebeuren op een bepaalde manier, terwijl ik niet weet waarom of hoe. Dat ik ooit in die raad van commissarissen ben zitten, is op zich al belachelijk. Maar het eind van de rit was een goede keer, want dan kon je dat doen. Ja. Dus er zal het kwam allemaal goed uit. Het zal alleen van een hand van bovenaf geweest zijn die iets gedaan heeft. Want vaak zijn de dingen niet te filmen. En je weet ook niet waarom het gebeurt. Maar het gebeurt en aan het einde van de rit is het goed dat het gebeurt. Dat soort dingen heb je nodig. En iedereen zegt dat het geluk is. Ik denk dat het geen geluk is. Ik denk gewoon dat je de goede weg bewandelt. En dit soort dingen horen erbij. Het enige wat je eigenlijk niet gelukt is Tjöla Ling binnenhalen. En je bent nog steeds niet tevreden over het feit op welke argumenten hij afgewezen is. Jawel, maar dat is een naweeën van vroegere mensen. En Tjöla heeft daar ook gelijk in dat hij dat nog steeds
Bij de rechter zo'n beetje. Ik denk dat hoe het zit. Ten Haven gek van hem wordt, want die moet nog voor de rechter komen. Ja, maar goed, dat houdt ook in, dat, zo zijn wij. Hè. We hebben vast en we houden vast totdat hij onder een steen boven komt. En die moet ook boven komen, want deze man, denk ik, zal ook gebruik zijn op een bepaalde manier. Ten Haven heeft bepaalde dingen over Ling gezegd hier op vergaderingen bij Ajax die niet waar zijn en waar Ling hem op af wil rekenen. Denk jij dat de getuigen die daarbij zijn voor Ling gaan getuigen? Nou, toen die tijd, ik heb niet zo verschrikkelijk goed geheugen, maar toen die tijd, wat ik me kan herinneren, dat was een vergadering van de ledenraad, geloof ik. En daar heeft dus die Ter Haven bepaalde dingen gezegd. En toen had Ling bewijzen nodig, laat ik het zo maar noemen, dat hij dat gezegd had. En ik geloof dat er iets van, ik weet niet hoeveel leden er in die ledenraad zaten. Maar iets meer dan 100, geloof ik. Nee, de ledenraad, hè, was dat, hè? Dus niet de club. Er was een man of 20 of zo, 25, ik weet niet precies hoeveel erin zaten. Maar in ieder geval alle spelers, oud-spelers, die hebben dus gezegd dat ze dat gehoord hebben. Dat was Jacques Zwart, dat was Schoenhaker, was ik, Kenny Molenaar. Allemaal jongens. Toch weer voetballers die zich niet om welke reden dan ook in een kluitje in het riet laten sturen. Maar dan heeft Ten Haven die zaak toch al verloren? Ja, natuurlijk heeft hij die verloren. Je denkt toch niet dat Ling een wedstrijd gaat beginnen wie hij al verloren heeft? Die gaat een wedstrijd beginnen omdat hij wint. Ja. Want als het maar een klein gedeelte zou zijn dat hij het zou verliezen, zouden we zeggen, jongen, trek je terug. Dan gaan wij natuurlijk ook niet mee. Zullen die mensen spijt hebben dat ze hier aan begonnen zijn? Jawel, maar we hebben het altijd eerlijk gezegd. Je kan alles doen, je kan ons alles leren, maar je moet ons niet provoceren. En dat is, maar dat is ook een heerlijk gevoel als je dus met al die gasten werkt die er nu zijn. En of het nou Johnny Bosman is of de boer is. Het is zo verschrikkelijk goed. Ik kan me voorstellen dat je verbijsterd was toen je hoorde dat Ten Haven, die in paniek was, via de achterdeur Van Gaal binnenhaalde als directievoorzitter. Ja, dat is dus typisch een voorbeeld hoe bepaalde mensen bepaalde andere mensen tegen elkaar uit willen spelen. En dan op een bepaalde manier de pers proberen te beïnvloeden. En dan krijg je natuurlijk het verleden van die denkt zo, die zetten we tegen elkaar op. Ja, dat soort dingen moet je niet flikken. Nu is het zo, Ten Haven is de kwade genius, maar ik vind de rol van Van Gaal ook bijzonder achterbaks. Je wist hoe de toestand hier ervoor stond, die had daar nooit aan mee moeten werken. Dat denk ik ook, niet aan mee moeten werken, maar dat heeft niet direct denk ik met mij te maken, maar dat heeft met die jongens van de volgende generatie te maken waar hij direct mee gewerkt heeft. Ik was verbijsterd op mijn beurt toen ik hoorde dat de KNVB Van Gaal beloonde voor het wangedrag bij Ajax door een bondscoach te maken. Ik denk, iemand die dat flikt, die hoort toch geen bondscoach te worden? Jawel, er zijn wat dat betreft, en wat dat betreft in Nederland, lopen we dus ook een beetje achter. Iedereen kijkt per definitie altijd naar zichzelf. En dat is een van de redenen waar wij natuurlijk ook ver voorbij zitten, is dat je dus het totaal altijd bekijkt. Je moet natuurlijk altijd individueel beginnen, maar het gaat om het totaal. Dus als wij bij Ajax dus zeg maar 100 spelers heel goed opleiden, je kunt er maar 11 opstellen. En er zullen ook nog een paar verkocht worden. Dus de rest van, zeg eens 80, die komt de rest van Nederland te spelen. Dus zo probeerde het niveau in Nederland volledig op te krikken. Wij denken dat Nederland dus een voetbalnatie moet zijn. We hebben nu weer die WK. Waar we dus eigenlijk weer achteraan lopen binnen 3 jaar. Eigenlijk maar binnen 3 jaar. En dan zie je dus je bent natuurlijk niet bij dat als alleen Ajax beter wordt. Het is natuurlijk zinloos. Het hele Nederlandse voetbal moet beter worden. En je ziet dus aan spelers die dus goed zijn en die altijd goed waren. Zoals de laatste Robben en Van Persie. Dat die gewoon meerwaarde kan zijn. Dus die mensen hebben gewoon kwaliteit. Wij hebben gewoon kwaliteit. En er loopt gewoon kwaliteit, maar die moet gewoon beter opgeleid worden voor dat hogere niveau. Als je alleen maar nagaat dat toen wij ook met profvoetbal begonnen, dat ging weer een tijdje terug natuurlijk, dat was in 63 of 64, was ik geloof ik de tweede voetprof in Nederland. En binnen 8 jaar hadden we al 5 finales gespeeld met het Nederlandse voetbal.
Dus er liep gewoon een gigantische kwaliteit erop. Ja. En dat hebben we dus op een of andere manier niet vast kunnen houden. En er zijn natuurlijk wel een heleboel aanwijsbare redenen voor. Maar je moet op een gegeven moment gewoon zeggen, oké, streep zetten. Hier gaan we beginnen en we gaan het weer opbouwen. Ik moet altijd een beetje glimlachen om allerlei mensen die in de media zeggen, als ik met Cruijff en Van Gaal apart ga zitten, dan breng ik die twee bij elkaar. Maar ik heb niet het idee dat dat er nog in zit. Hè? Nou, buiten erin zitten. Ik heb Van Gaal bij mij stage gelopen. Dus ik werd toen afgebroken, abrupt, omdat die privéproblemen waren. Maar voor de rest is ja, het treurige problemen. Dus ja, dat kan toch gebeuren. Dus. Ja. Maar ze denken dat ik misschien wakker leg of ik ruzie met Van Gaal. Ik ben maar een ruzie. Wat hij moet doen, moet hij doen. En eigenlijk kan me niet zo verschrikkelijk veel schelen. Buiten dat hij nu dus bondscoach is. En ik hoop dat Nederland zelf wint. Ja, maar jullie zijn geen types die bij elkaar over de vloer komen. Het is meer theoretisch en praktisch. Ik ben dus meer praktisch en ik heb dus niet zo'n basisopleiding gehad als dat hij heeft gehad. Want hoe je het ook draait en verkeerd is, een leraar geweest. Heeft hij bepaalde capaciteiten die ik dus niet heb. En ik heb capaciteiten die hij niet heeft. Dus het is... Nee. Het is net zo lang als het breed is. Maar idealisten die zeggen het ideaal beeld voor Ajax zou zijn als ze beide hier zouden kunnen werken. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, hè? Niet de rondes, maar het denken over voetbal is anders. Ja. Ik ben dus van het kijken naar en hoe kan je iemand verbeteren. Ik heb de nood een pen of een potlood in mijn handen gehad. Of een papier. En je ziet dingen en daar handel je naar en zo probeer je mensen beter te maken. Maar het is bijna een trend dat tegenwoordig een coach met een aktentas onder zijn arm in de dugout ziet. Ik zou niet weten wat ze opschrijven, eerlijk gezegd. Ik heb er nooit gezien, ik heb er ook nooit naar gevraagd. Dus dat zijn dingen die interesseren me ook totaal niet. Heb jij twijfels bij de rol van Danny Blind? Dat was wel een echte Ajax-seed. Sterker nog, jij hebt hem naar Ajax gehaald, maar die koos heel snel het wiel van Gaal. Jawel, maar ook dat kan een omstandigheid zijn. En ik ben dus heel lang al vergeten dat je kwaad moet zijn op iemand om een bepaalde reden. Bijvoorbeeld wat jij nu zegt. Ik denk eerder dat iemand op een bepaald moment een beslissing neemt. Met een positief gevoel. En niet vanuit een negatief gevoel, helemaal niet zelfs. Maar vanuit een bepaalde optiek. Of een bepaalde manier dat iemand beïnvloed is, of wat dan ook. Ik ben niet iemand die dus gauw kwaad is of zo. Iemand kiest en die hoort hier of daarbij. Nee, maar jij bent ook een type. Je hebt een woordenwisseling met kolonel. Dan kun je de volgende dag weer een kop koffie met hem drinken. Maar heel veel mensen zijn niet zo. Jawel, ik probeer altijd... zeg maar redelijk goed na te denken. Ik probeer nooit kwaad te worden, want het is een zinloze situatie om kwaad te zijn, vind ik tenminste. Het beïnvloedt je denkwijze en dat moet je nooit doen. Dan gaat de emotie de boventoon. Ja, dat moet je nooit doen. Je moet altijd bij het geheel blijven. En als ik dus nu zie, zoals dus Ajax ervoor staat, dan zeg ik, jongens, het ziet er fantastisch uit. Er zijn gigantische stappen gemaakt, ook voor het Nederlandse voetbal. Eigenlijk hadden we een paar jaar geleden weinig of niks te vertellen. Maar nu voor het Nederlandse voetbal heb je dus Van der Sar in die ECA. Ja. Die op het hoogste niveau praat hij mee. Ja, daar gaat het toch om. Wij zijn een opleidingsland. Want wij kunnen nooit het geld genereren. Wat die Duitsers, die Fransen, die Engelsen, dat kunnen wij niet. Dus ja, wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat zijn we altijd geweest, hè? Want we zijn altijd een klein landje geweest en we zijn over de hele wereld geweest. Dus ze zijn altijd slim geweest, nou laten wij dan ook weer slim zijn. En proberen die stappen te maken die anderen om wat voor omstandigheden ook niet kunnen. Dus daar is waar je op moet richten en daar zijn wij op ons aan het richten. En daar hoort bij dat bijvoorbeeld de financiële man bij Ajax, Slob, die zit dus in die hoe heet het ook weer? Financial fair play. Ja. Die handel. Nou, ja. Dat wil zeggen dat als en als, gebeurt, als Platini daar zijn zin in krijgt, dan krijg je een eerlijke concurrentie en dan kan Ajax ook weer een rol van betekenis gaan spelen. Ja, ik denk dat Ajax überhaupt als bijvoorbeeld, hè, en pas geleden zeiden ze ja, maar bij Ajax de financiën zijn nu in orde. Maar nu zullen ze weer moeten investeren. Ja, en dat is het leukste als je in het midden zit.
dat de een zegt, ja, Ajax moet investeren. En de raad van de commissaris zegt, hé jongens, je moet ze van spelers halen. Dus je zit in het midden met twee tegenstrijdige verhalen. Ja. Nee, wij moeten gewoon doen wat we moeten doen. En wat er nodig is. En als wij tussen 16 en 18 jaar een fantastische speler tegenkomen, dan pakken we hem. En of die ene nou het vindt of de andere nou vindt, ja, dat moeten ze zelf weten. Ja. Maar de tijd dat jullie een van 29 pakken voor heel veel geld, dat is voorbij? Die is voorbij. Het moet dus iemand zijn die dus toegevoegde waarde bij het gele heeft. En wij zijn ervan overtuigd, en dat is ja, een vrij simpele denkwijze, dat is geen dooddoener. Je begint elke wedstrijd 11 tegen 11. En als jij 11 hele goede hebt, dan win je die wedstrijd. Maar het komt wel eens voor dat de tegenpartij 11 betere heeft? Dat kan. Ja. Real Madrid bijvoorbeeld. Dat kan. Ja. Maar je hoeft er niet de eerste te zijn. Laat wij nou tevreden zijn als we elke keer in februari nog Champions League spelen. Dan denk ik dat wij op de goede weg zijn. Ja. Het was wel lekker in die hectische periode hier dat Frank de Boer heel rustig bleef en gewoon kampioen werd. Hè? Ja, dat was wel lekker. Maar dat is ook een van de dingen zoals wij denken. Als jij iets doet wat goed is, dan zal er nooit iets tegen je keren. En als je vraagt hoe die kampioen geworden is, dan vaak begrijpen we dat niet. Want het is van het ene extreem naar het andere. Maar dat is dus ook een onderdeel, en misschien wel een heel kinderachtig onderdeel van onze denkwijze. Dat dit zou nooit kunnen lukken als hij niet tweede keer of drie keer kampioen geworden zou zijn. Dus om dit te laten lukken, had dat moeten gebeuren. Dus met andere woorden, we zijn op de goede weg. Ja. Het was wel een gok om die Frank de Boer neer te zetten. De man had totaal geen ervaring, maar het blijkt een geboren trainer te zijn. Ja, maar het is hetzelfde, heb ik gehoord, met Guardiola bij Barcelona bijvoorbeeld. Hetzelfde met Frank de Boer hier. Wat is nou een trainer met ervaring? Welke trainer heeft nou ervaring dat hij door 100.000 mensen is uitgefloten? Hoeveel? Zijn er niet veel? Nee. Af en toe is eentje. Nou, die Frank de Boer, die is door 100.000 mensen een ovatie gekregen. En hij zal ook uitgefloten zijn door 100.000 mensen. Met andere die woorden. Die schrikt dus nergens meer van. Die kleedkamer, die is bekend. En als jij weet waar het om gaat en je weet wat voetbal is, wat is dan ervaring? Dus waar gaat het om? Je hebt iemand nodig die verstand van voetbal heeft, die een goede uitstraling heeft, die weet waar zijn kwaliteiten zitten. Als je dan kwaliteiten hebt waar je mee kan werken, ja, dan gebeurt dat gewoon. Maar ik zie dat soort dingen totaal anders dan andere mensen. Je kijkt naar de inhoud van iemand. En niet of hij toevallig bij... Maar wat is... Ik vraag nog steeds af, elke keer, wat is nou ervaring? Als je bij een club, wie niet de druk, de exigentie en de moeilijkheid, als een club als Ajax of Barcelona of Feyenoord, waar doe je dan die ervaring op? Want als je bij elke andere club trainer bent geweest, is het totaal anders. Wil je er niet in zeggen dat je ervaring hier hebt? Nee. Het slaat gewoon ergens. Nee. En het belangrijkste als trainer, denk ik, en dat soort trainer is, je kunt in deze clubs niet alleen. Dus het allerbelangrijkste wat je moet weten, is de spiegel, hè? Dus jezelf. En welke assistent heb ik nodig? De rugdekking. Ja. En die rugdekking krijg je dus door de juiste mensen aan te stellen. Frank de Boer volgt Martin Jol op en Cruijff haalt met Mark Overmars, Edwin van der Sar, Wim Jonk en Dennis Bergkamp voetbalknow-how naar de arena. Je hebt hier de organisatie nou neergezet en dan het leuke is eigenlijk dat je er nauwelijks mee bemoeit. Nee, maar dat moet ook niet. Er zijn nog mensen die capaciteit genoeg hebben. Je hebt het volledige vertrouwen in de mensen die je er neergezet hebt. Ja, het zijn toch supermensen op bijna elk gebied. Welke, ja, inderdaad, wat je er net zei, dat is het voorbeeld eigenlijk bij München is. Hè? Wat dus goed georganiseerd is, bovenin meedraait. Zoals altijd af en toe problemen heeft, maar dat hoort bij het spel. Hè? Daar is het voetbal voor. En je ziet dus dat wij zo'n beetje nu diezelfde gang op gaan, dezelfde kant op gaan. Dus je ziet Van der Sar goed opgeleid, Mark Overmars natuurlijk. Ja, maar dat vroeg ik me af. Hè. Een trainer, dat is nog wel te vinden onder de ex-spelers, maar een directiefunctie, moest je die jongens daarheen praten? Nee hoor. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de scholen, door de instituut. Hey, Van der Sar heb ik gebeld. Ik zei, nou, dat is hartstikke leuk. Logischwijs, als je nieuwsgierig bent, dan zeg je één keer er zo wat uit. Hey, goed doet hij het. Extreem goed. Oh, hey, moeten we in de gaten houden.
Net alsof je ergens een speler... Was al gescout. Die, hij was eigenlijk al gescout. Ja. Dus toen ging zijn studie afmaken, noem maar op. Nou, de informaties van de leraren, zeg maar, die was extreem goed. Slaagde ook zonder enig probleem. Ja, dan is natuurlijk een ABC die zegt, hey, wil je niet eens overdenken om hierbij te komen? We weten ook dat hij altijd heel veel interesse in de commercie gehad heeft toen hij bij Manchester United zat. Manchester United wordt ook op een bepaalde manier geleid. Toevallig heb ik iemand in Londen zitten die dat ook allemaal weer heel goed kent. Dus het wordt vrij makkelijk te checken. En iedereen was dik en dik tevreden. Ja, als je er zo iemand erbij hebt, dan zit je hem toch neer. En dan zeggen ze, ja, hij heeft geen ervaring. Ja, wat bedoel je, hij heeft geen ervaring? Hij heeft 20 jaar in die kool gelegen. Hij heeft over de hele wereld gespeeld. Spreekt alle talen. Overal in de keuken gekeken. Hij heeft overal in de keuken gekeken. Ja. Wat wil je nou nog meer? Ja. En trouwens, ja, maar als je fout maakt, ja, dat zal iedereen wel maken. Ik vind fouten maken helemaal niet erg. Ja. Als je maar leert van je fout. Ja. Het is toch helemaal niet erg als iemand een fout maakt? Wat kun jij dat nou schelen? Je bent ook geen type die zich intensief bemoeit met de trainer van het eerste elftal. Je bent geen type die met opstelletjes komt en zo, hè? Nee, helemaal nooit. Helemaal nooit. Helemaal in de beginperiode. Ja, we kwamen elkaar wel eens tegen. Maar je moet hem natuurlijk niet bij het eerste elftal vermoeien met dingen. Of ik nou ruzie met de een of met de ander. Dat moet hem niet kunnen schelen. Hij moet zijn eigen werk doen en dat heeft hij ook gedaan. Jij bent echt tevreden over Frank de Boer? Ja, natuurlijk. Je bent dik tevreden in de eerste plaats over wat hij gedaan heeft. Met alles waar hij mee moest werken, laat ik het zo maar noemen. Dat is nu een versnelde opleiding. Ja, en op een gegeven moment moet je als trainer meegaan in het kwaliteit dat de spelers opgeleid zijn. Dus er moet gewoon meer geëist worden. Maar dat is pas op het moment dat ze bij hem binnenkomen. Ze moeten eerst klaar zijn om binnen te komen. En dat kost gewoon tijd. Dat is zo duidelijk als ik weet niet wat. Eriksen en al de wereld zijn weg. Ja, dus is ingekocht. Maar je kan het niet verwachten van zo'n jongen dat hij 2 dagen binnen, of 2 weken of 3 weken binnen is. En dat hij even goed als Eriksen wie 4 jaar gezeten heeft. Dat kan natuurlijk niet. Dat duurt gewoon een periode. En als Eriksen, als we geluk gehad hadden, had Eriksen nog 1 jaar langer gebleven. Dan had deze jongen 1 jaar opleiding gehad. En dan had het gat een stuk minder groot geweest. Ja. Maar goed, zoete broodjes worden niet gebakken. En het geld dat we ontvangen hebben, wordt uitstekend geïnvesteerd. Ja. Het gekke is, die jongens, al die ex-spelers, die doen het samen. Er is nauwelijks sprake van hiërarchie. Er zijn geen baasjes. Nee, maar ik geef wel eens het voorbeeld. Ik was de beste speler ter wereld. Maar de keeper was een betere keeper dan ik. En de rechtsback was een betere rechtsback dan ik. De rechtshalf was een betere rechtshalf dan ik. Ja, waar ik daar de beste van? Ja. Dus het is zo relatief. Het is zo kort, eigenlijk bijna kortzichtig. Ja. Op elke positie heb je een bepaald soort kwaliteiten. En als we dus nu een keeper moeten kopen, of een keeper moeten veranderen, of weet ik veel wat. En die trainer wie de verantwoordelijkheid heeft. Dit is toch mooi als hij dus naar de Van der Sar kan stappen, of naar nog weet ik veel, 2, 3 keepers. Dat heb jij gezien. Dat wil niet zeggen dat hij doet wat zij vinden. Hij is gewoon een informatiebron waar jij je beslissingen opneemt. En dat doe je bij elke positie in het veld. En die lopen er allemaal rond. Je hebt het helemaal voor elkaar zoals jij het graag zou willen hebben. Je bent er zelfs in geslaagd om een fantastische raad van commissarissen neer te zetten. Dat heb ik niet gedaan hoor. Nee, maar je hebt links en rechts wel wat gelobbyd. Want er zitten ook wel 2 hele goede vrienden van je in. Ja. Maar er zijn ook mensen die begrijpen hoe ze dat bij Ajax moeten doen. Hè? Bescheiden achter de schermen. Ja, maar dat is ook de bedoeling. En ook die moeten allemaal stappen maken. Want die hebben natuurlijk eerst bovenop moeten zitten. In de begeleiding, in weet ik veel wat. En ja, nu zullen ze weer een stap terug moeten doen. Toen ze zeggen, jongens, ga je gang en word toezichthouder. Want degene die het uitvoeren, diegene over voetballen praten, dat zijn gewoon fantastische mensen over het voetbal en over het uitvoeren daarvan. Want het systeem zoals het nu gehanteerd wordt, dat wordt door hun omarmd en wordt hun uitgevoerd. Ja. Eigenlijk weten zij het veel beter als die raad van commissarissen. Je moet alleen zorgen dat je niet op welke manier ook over de scheef gaat. Maar je moet je er niet meer mee bemoeien. Je moet klaar zijn als iemand zegt, hey,
kan je me wat advies geven? Hoe zal ik dat doen? Jawel, maar we hebben nu wel een raad van commissarissen. Theo van Duivenbode weet waarover die praat. Jouw jeugdvriend Leo van Wijk heeft ook aardig kunnen voetballen. Ja. En Hans Weijers is een verstandige man en is eigenlijk de antipool van Ten Haven. Jawel, dit is ook, zijn mensen die dus op een hoog niveau zitten. Die je dus ook iets kunnen uitleggen. Een van de belangrijkste dingen is ook dat ze weinig tijd hebben. Dus dat is ook wel lekker. Verveling komen ze dus ook niet langs. Het is echt to the point. Ja. En Theo is natuurlijk een uitstekende ondersteuning. Maar die moet ook leren dat mensen moet laten werken. En dat je dus eigenlijk meer als rugdekking functioneert als opdrachtgever. Maar het is niet meer zo dat jij nu je in Barcelona zorgen moet maken dat er hier wat gebeurt. Het loopt allemaal. Nou, de basis is gelegd. Laten we het zeggen. Dus vroeger had je een bestuur, had je een raad van commissarissen. Maar dan gebeurde er van alles als jij in Barcelona was. Maar nu heb je dus zeg maar één groep mensen. Ja. En ja, als je officieel over een bedrijf spreekt, dan heb je andere woorden voor nodig. Maar in dit geval heb je één groep mensen, waar dus vier directieleden in zitten. En zeg maar de drie mensen die dus het voetbal doen. Of het onderdeel in het voetbal. En die zeven man, die rijken gewoon de club. Ja. En op het moment dat deze perfect functioneren, elkaar 100% vertrouwen, ligt natuurlijk de hele toekomst open. Nou, alles heeft natuurlijk een bepaalde tijd nodig. Het heeft natuurlijk een bepaalde inloopperiode nodig. Dat is allemaal normaal en logisch. En het is eigenlijk maar bepaalde dingetjes gladstrijken, voor de rest niet. Je ziet tegenwoordig, dat is de hele tendens in de voetballerij, dat de zaakwaarnemers die geld ruiken, die worden steeds opdringeriger naar jeugdspelers toe. Hè? Dat wordt echt heel vervelend. Hoe gaan jullie als club daarmee om? Nou, op de eerste plaats zijn als opvoeders, als opleiders, beter gezegd, weten we natuurlijk waar de problemen zitten. Hè? Probleem 1 is zaakwaarnemers en probleem 2 is natuurlijk de familie. Beide zien natuurlijk de zilvervloot langskomen. En dan gaan mensen zich op een andere manier gedragen. Nou, in dit geval hebben wij dus het idee om in de toekomst bijvoorbeeld welke speler ook bij Ajax Beerne komt, die moet Engels en Spaans spreken. Dus of hij er wel of niet haalt, zijn leven lang zal hij Ajax dankbaar zijn dat hij er ooit geweest is. En als hij doorkomt, dan heeft hij het nodig? Dan heeft hij het nodig. Ja. Dus het is nooit weg, laat ik het zo zeggen. Dus je neemt de verantwoording naar de speler toe. In zijn, ook als je iemand iets leert of op die manier zijn hersens aan de weg zegt, kun je er ook makkelijker mee communiceren. Maar je kunt dan hebben dan. Maar als dus een zaakwaarnemer komt van ik denk, dan moet je zeggen, jongen, ga nou lekker een andere club zoeken. Want dan moet je hier niet wezen. Wij hebben verstand van die materie. Het enige wat wij willen, dat als hij weggaat, dat hij een paradepaardje voor ons is. Wij hebben hem opgeleid. En eerder komt hij niet weg. Waar je ook met komt, hoe je met komt. Wij vinden hetzelfde gebeurde eigenlijk met Eriksen. Erik heeft hier opleiding gehad. Eriksen heeft hier alles gedaan. Die heeft gezorgd dat hij kampioen worden. Die was dus een van de goede spelers. En op een gegeven moment, met Eriksen samen, hebben ze dus gezegd, jongen, als er een club komt die bij jou past, kun je weggaan. Maar ga dan niet voor het geld. Want wij vinden het belangrijk dat je dan hier een jaar extra blijft. En dat je dan weer bij die club terechtkomt. Want ons idee is dat jij zo'n goede voetballer bent, dat je ook bij een goede club moet zitten waar jouw kwaliteiten passen. Het is natuurlijk wel zo dat de spelers die gaan op steeds jongere leeftijd naar de Europese topclubs. Jij moet straks een soort structurele stroom van talenten klaarstomen die steeds maar weer die plaatsen over moeten nemen van verkochte spelers. Jawel, jawel. Maar eigenlijk moet je ervan uitgaan, en dat is nu nog niet het geval, dat dus de meeste. De regel ongeveer is dat mensen weggaan met 3, 24 jaar. En de uitzondering, dat zal 1 of 2 jaar eerder zijn. Maar ja, in jouw tijd ging je vaak wat later weg. Ja, ik ging 26 denk ik weg. Ja, ja goed, we weten allemaal dit versneld wordt. Aan de andere kant, wij kunnen ook veel dingen versnellen. En het belangrijkste is dat je dus die spelers aflevert die gewoon veel beter zijn dan de rest. En wij zijn daar gewoon heel goed in. Wij kunnen dit soort dingen. Wij kunnen, laten we zeg maar, we zijn niet zo sterk als de Engelsen, maar we kunnen wel bij de handen zijn. En er zijn details in het voetbal
wat mensen vaak niet zien. We hebben toen die wedstrijd gezien Bayern München tegen Manchester City. Dan zie je bijvoorbeeld dat Bayern München niet één keer buitenspel loopt en die Engelsen wel 6 keer. Dus ja, dat is een leuke detail. Nee, het Engelse voetbal bestaat uit balverlies, achteruitlopen. Dus die Duitsers lopen nooit buitenspel. Die Duitsers die gaan ervan uit dat het balverlies lopen we naar voren. In plaats van achter, naar voren. Dus die Engelse voetbalspelers zijn helemaal niet gewend dat die backs naar voren lopen. Die lopen elke keer buitenspel. Nou, ja. Als je dit soort details gewoon neemt, dan zie je dat elk land een bepaalde karakteristiek heeft in zijn manier van voetballen, in zijn manier van denken. Ja. Nou, als wij gewoon onze know-how gebruiken en overal wat vandaan pikken, wat wij dus in principe zijn als Hollanders, we pikken van iedereen wat. En dan ben je allround. Zolang als ik leef, zijn Real Madrid en Manchester United, ik noem er maar twee, de rijke clubs. Hè? Maar zeg maar de generatie Cruijff-Zuurbier won de Europa Cup. Van Basten Rijkaard won de Europa Cup. Kluivert-Seedorf won de Europa Cup. Is dat nu weer mogelijk? Die andere clubs zijn nog steeds de rijkste. Jawel, dus is er niks veranderd. Alleen, wij hebben nagelaten om voor te blijven lopen. Dus als je ziet, zoals wij vroeger voetballen, hè, het totaalvoetballen wat er allemaal genoemd werd, en je ziet hoe die anderen dat overgenomen hebben en waar wij zijn blijven stoppen, om wat voor reden dan ook. Hè. Dus laten we dat gewoon maar vergeten of er wel of niet een schuldig in zitten. Dus dat vind ik allemaal onbelangrijk. Wat wel belangrijk is, dat je zegt, hoe kan je dat weer overnemen en hoe kan je gewoon de boel weer verbeteren? En dat is hetgene wat we doen. Dus eigenlijk doet Bayern München veel meer van wat wij uitgevonden hebben. Dat is natuurlijk te gek om los te lopen. Het gekke is, Nederland reageert nogal cynisch. Want jij wil nog wel eens provocerend zeggen dat je helemaal niet uitsluit dat Ajax nog eens een keer de Champions League wint. Dan wordt er wat lacherig over gedaan. Maar jij meent dat serieus, hè? Ja, maar je bent altijd gek voor dat je genie bent. Dus dat soort dingen, dat interesseert mij niet. Oh, dat geeft mij ook weer hoop. Dat soort dingen, dat is er wel helemaal zo. Wij zitten in elkaar en als je dus de foundation ziet of de instituut ziet. Wij praten nooit over wat we zouden kunnen doen. We doen gewoon de dingen en die gebeuren gewoon. En worden gewoon elk jaar worden we beter. Nederland zit te wachten op de talenten. Je hebt het overzicht. Zit er veel talent in de huidige jeugdopleiding van Ajax? Er zit op het ogenblik een hoop talent. Hè? Het zijn niet alleen Nederlanders, overal vandaan. Maar de een helpt natuurlijk altijd de ander. En een van de grootste problemen, wat je dus eigenlijk net al aanhaalde, zijn de mensen eromheen. Ouders, zaakwaarnemers. Het gaat er nu om dat we dus al die spelers confronteren met hun tekortkoming. En dat is natuurlijk een harde confrontatie. Ja. Dat vinden ze nooit leuk in het begin. Ja, maar lieve broodjes worden niet gebakken. Ik bedoel, als je beter wil worden, moet je weten waar je wel in beter moet worden. En dit is een kwestie hoe je ergens naar kijkt. Bijvoorbeeld als ik jou vraag, laat eens zien wat je kan. Zou jij laten zien wat je kan? Maar dan weet ik meteen wat je niet kan, want dat zou je niet laten zien. Dus het is vrij makkelijk om ergens naar te kijken. En als je dan nou de proef op de som wil nemen, dan verzin ik een oefeningetje die ik zeg, nou, laat dat eens zien wat ik denk dat je niet kan, dan weet jij het ook meteen. De tijden zijn dus voorbij dat een speler op zijn sterke punten een hele carrière kan uitzingen. Ik denk dat hij dat niet meer lukt. Nee. Ik denk dat je dus je sterke punten moet houden. En met je ervaring verbeter je die. Maar je mag nooit in de negatieve kant komen. Ik zal maar één ding noemen. Stel dat je niet echt tweebenig kan je nooit zijn. Want de een zal altijd beter zijn dan die andere. Maar die andere moet je wel kunnen gebruiken. Nou, op het moment dat je dat kan, bijvoorbeeld een Messi, hè, een gigantisch linkerbeen, maar kan ook een stikballetje met zijn rechterbeen geven. Maar hij zal alle vrije trap met zijn linkerbeen spelen. Dus het gaat niet om dat het even goed is. Het gaat erom dat je hem kan gebruiken. Nou, wat wil dat alleen zeggen als je hem kan gebruiken? Als je hem toe loopt, die wil hem passeren, dat wil zeggen dat je die kant op kan. Want ben je alleen links, kun je alleen die kant op. Ja, uiteindelijk moet je die gebruiken. Ja. Maar als je ze beide kan gebruiken, geef je zoveel mogelijkheden. Nou, en dat bedoel ik met beter worden. Ja. Creëren van mogelijkheden. Creëren en begrip hebben voor de kwaliteiten van de ander. En het passeren van iemand. Het gaat helemaal niet om het passeren van iemand. Het gaat erom dat als je iemand gepasseerd hebt, dat je chaos creëert bij de tegenpartij. Dus ze moeten zich aanpassen. En vanuit de aanpassing kan jij weer je voordeel halen. Dus het gaat gewoon in de algemene ontwikkeling, laten we het zo maar noemen, waardoor iets gebeurt en waardoor je dus spelers moet hebben die de kwaliteit hebben om dat te laten gebeuren.
Hoeveel tijd denk jij dat Ajax, als jullie op deze voet verder gaan, nodig heeft om weer die aansluiting bij de Europese top te kunnen krijgen? De Europese top is een beetje moeilijk woord, laat ik het zo zeggen. Als je dit jaar misschien een wat makkelijker groep gaat, dan zou je misschien nog een stap eerder kunnen zijn. Maar ik denk dat we gewoon moeten kijken naar waar ze ongeveer op dit moment staan. Als je ziet dat er een gigantische kwaliteit tussen 16 en 18 jaar zit, maar extreem goede kwaliteit. Hier bij Ajax? Ja, ik zeg het extreem goed. Maar dat is dus over 5 jaar, kan dat een nieuwe top doen? Nee, dat moet... Ja, van die groep wil je niet zeggen dat iedereen het haalt. Nee, maar als 3 of 4 het halen, ja, bij ons spek. Als je 16, 18 hebt, dan zeg je ja, 18, met 19 jaar kun je al debuteren. Dus het hoeft helemaal geen 5 jaar te duren. Het gaat erom dat deze mensen elke keer een stap verder gebracht worden. En iedereen die daarmee bezig is, die weet dus wat er gevraagd wordt. Kijk, als jij bij tweede zit en een Bosman loopt er rond en Alfons loopt er rond. Die weten wat het is om hier uitgefloten te worden. Hè? Dus... En toegejuicht worden. En, of beide, hè? Dus, ja. Ik noem maar uitfluiten, maar het is hetzelfde als toejuichen. Dus toejuichen is makkelijker dan uitfluiten. Jawel, het is makkelijk te accepteren, maar het is belangrijker als je hier uitgefloten bent. Ja. Want dan weet je wat er om gaat. En dit soort mensen brengen dus dat soort spelers in. En dan zie je dus dat bepaalde mensen goede kwaliteit hebben op bepaalde onderdelen. Dus bijvoorbeeld wat mij fantastisch beviel was, dus die Van der Hoorn. Die dus, zeg maar, toen in Israël een fout maakte en toen hier... eigenlijk zei iedereen een stomme fout. Maar ik denk, als je het niet doet en dan komt hem erin en zegt waarom houden ze hem niet vast. Dus even lang breed is. Maar als je ziet, jongen was wat slimmer. Zoals je ziet, zoals die jongen reageerde op de televisie. Nuchter. Stekend. Ja. Echt een beetje provoceren met praten, niet duiken. En echt als een prof gedragen. En dan volgende dag. En dan vind ik het goed wat Frank de Boer doet. Tegen Utrecht meteen opstelt. Ja, vond ik ook heel goed. Kijk, als je dat ziet, dan zeg je jongens... Dat is uit de goede weg. Jij stopte op een gegeven moment als trainer, want toen zei jij van... dit is een vak voor jonge mensen en de volgende generatie is nu aan de beurt. Daar heb je later nooit spijt van gehad, dat je ermee gestopt bent? Nee, ik heb een heleboel andere dingen gedaan. Wat we ook zeggen met... mijn tekortkoming was natuurlijk dat er geen enkele opleiding was. Tekortkoming, zeg maar, dat ik dat nooit gehad heb. En vandaag de dag is het wel. Ik heb daar dus... veel dingen kunnen doen, omdat ik vond dat over het algemeen topsporters met de nek aangekeken worden. Ik ben dus een weg ingeslagen, om wat voor reden dan ook en wat voor achtergrond dan ook. Dat is vaak geen denkwerk. Vaak doe ik wel dingen vanuit een bepaalde agressie. Dat je niet op een normale manier behandeld wordt. En dan gebeurt er wat van binnen. En er is ook toen die tijd die scholen ontstaan. We zijn toen 15 jaar geleden of 14 jaar geleden begonnen met 34 man. En zei je ook dat je er goed bij jou was. Dat zal allemaal wel. Maar er waren nu 4 of 5.000 studenten. Ja. En dat is allemaal mensen die hun toekomst geeft op de eerste plaats. Maar tweede plaats dus een belangrijke positie kunnen innemen in alle federaties. Eigenlijk bied jij die topsporters nu wat jij zelf gemist hebt aan opleiding? Ja, die heb ik natuurlijk niet gehad. Maar goed, er waren omstandigheden. En de omstandigheden vandaag de dag zijn anders. En we hebben gewoon enorm veel goede gasten. Enorm veel goede gasten. Je moet ze alleen de kans geven dat ze doen. En dat is wat we eigenlijk proberen ons allemaal te verenigen, noem het zomaar. Maar je kan je niet verenigen als er op een gegeven moment een opleiding is. Dus bijvoorbeeld, wij zeggen al jaren dat bijvoorbeeld sport een belangrijk onderdeel is van je persoonlijkheid. Maar ook voor het vermogen van je hersens. Nou, dat hebben we allemaal gehaald uit de Montessori-organisatie, die dat allemaal onderzoeken. Niet dat ik er verstand van heb, maar goed, dat voor berichten krijg je binnen. En nu heb je een Nederlandse professor, die Scherder. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, Erik Scherder. Moet je eens kijken op internet. Dat kan je allemaal wel op internet. Allemaal. Die man die legt dus wetenschappelijk uit waarom sport zo goed is voor je hersens. En dat je er beter van gaat studeren. Ja, dat is voor mij natuurlijk een brug te ver. Maar zoals die man dat spreekt, die zegt hij, hey, jongens, je geeft aan eigenlijk waarom een topsporter, die 100% erin gestopt hebt, jaar na jaar na jaar,
intelligent moet zijn. Anders kan het bijna niet. En dat is een wetenschapper, hè. Ik vertel maar zo op mijn manier zoals ik het hoor, maar goed. Jij bent een beetje een merkwaardige man in die zin. Jij geeft niet gauw af op mensen. Je past ze niet gauw persoonlijk aan. En ik ken je al heel lang. Jij hebt bijvoorbeeld nooit in je leven iets naars gezegd over Rinus Michels. Terwijl Rinus Michels in mijn optiek vaak een hele kwalijke rol achter de schermen naar jou gespeeld heeft. Bijvoorbeeld die heeft voorkomen dat jij ooit bondscoach werd. Je hebt nooit een kick gegeven, maar altijd met alle egards benaderd. Jawel, maar er zit altijd nog een gedeelte aan. En ik denk altijd dat je een bepaald evenwicht moet zoeken. Kijk, ik ken natuurlijk Michels. Toen mijn moeder werkte en mijn vader overleden was en ik was ziek, wie me thuis op kon halen, mij naar de dokter bracht, mij weer terugbracht en zegt: blijf nog een dag in bed liggen. Ja, dat is ook Michels. Ja. En moet je dan afgeven op iets van iemand die je dus altijd klaar heeft gestaan om je te helpen? Nee. Ik vind van niet. Ik vind dat ik door Michels fantastisch benaderd ben. Michels mij die dingen bijgebracht heeft die ik dus onbewust nodig had, of onbetwist nodig had, om de mens te worden wie je dus uiteindelijk geworden bent. En misschien is dat toch ook weer zijn kwaliteiten geweest als leraar. Wie die ooit geweest was, helemaal met moeilijke mensen. Nou, misschien was ik ook wel een moeilijke jongen. Dan was jij misschien een hele goede pupil van hem. Nee, maar het is fantastisch. Dus ja. ik Michels, wie is ook Michels? Dat ik bij Barcelona tekende en dat het hele vliegveld stond vol stond met mensen. En dat ik op een gegeven moment mijn dochter kwijt ben. In een stoel, jezus, waar is die nu weer gebleven? En dan zie je Michels weglopen, want het is slecht voor de camera's met al die lichten. En die zet zo'n kindje in. Ja. Ja, dat is ook Michels natuurlijk. Ja. En als je dat soort dingen gewoon afweegt, dan zeg je dat dan, ja, nou goed, wat is nou belangrijker geweest? Tot slot, jij volgt uit een ooghoek waarschijnlijk Oranje ook nog wel. Ja, tuurlijk. Jij behoorde als speler tot de wereldsterren. Mogen we zeggen dat Robben en Van Persie intussen ook wereldsterren zijn? Jawel, die doen het uitstekend. Je ziet ook de Robben nu tevoorschijn komen nadat hij onder druk is komen te staan. Dus een moeilijke tijd gehad toen bij Real Madrid. Blessuregevoelig, ga ze maar door. Maar tegenwoordig is hij niet meer zo blessuregevoelig. Nee. Het heeft allemaal te maken met waar je dus mee bezig bent, hoe je er mee bezig bent. En hij heeft dus bij Bayern München heeft hij dus dat gevonden wat hij net nodig had. Dat wil zeggen, continu bezig zijn. En je ziet dus dat hij gewoon bijna zich de takken loopt de hele wedstrijd. Hij heeft nergens geen last van. En dat doet het lachend. Ja. Nou, ja. Dat is hetgene wat wij dus zoeken. En waar wij dus denken, kijk, als we dat nou hadden gedaan, of als we met, in dit geval met Robben dat en dat hadden gedaan, had hij nooit die slechte tijd gehad. Aan de andere kant, misschien door die slechte tijd, is hij nu dit. Misschien had hij het wel nodig gehad, ja. Waarschijnlijk. Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van Wesley Sneijder, of die ooit nog terugkomt? Ja, die heeft natuurlijk ook zo'nzelfde... Of dat nou door waar je vandaan komt en waar je mee omgaat en waar je mee besmet wordt. Wat betreft, laten we zeggen, discipline, organisatie en dat soort dingen, is Madrid natuurlijk niet het beste voorbeeld. Daar zullen ze allemaal een terugslag van gehad hebben, want het is natuurlijk niet vreemd dat ze allemaal via dat een terugslag gehad hebben. En het punt is alleen, ja, wie pak je op en hoe ga je ermee door? Want in het voetbal is het zo dat als je... Er zit een wereldverschil in de voetballer als hij 100% geeft of 96. Het lijkt heel weinig, maar het wereldverschil is groot. Je moet wel heel goed zijn als je met 96 de top haalt. Dat is zo. En heeft hij wel voor het goede land gekozen om terug te komen op topniveau? Laten we het hopen. Ik heb mijn twijfels. Ja. Hij had toch beter voor een Duitse of een Engelse competitie kunnen kiezen? Ja, waarschijnlijk. Maar ja, je weet niet of dat allemaal veranderd was. Dus het is makkelijk om kritiek te geven. Maar inderdaad, hij moet onder druk gezet worden om het maximale uit zichzelf te halen. Hij heeft dus voetbalkwaliteiten en hij heeft fysiek dus natuurlijk niet de makkelijkste kwaliteiten. En ja, daar zou je toch aan moeten werken. Want het een hoort nou eenmaal bij het ander. Kunnen we met dit Nederlands elftal een rol van betekenis spelen op het WK? Op dit moment nog niet. Maar goed, er zit nog een jaar tussen. Veel mensen kunnen ontwikkelen.
daarom is het eigenlijk heel jammer dat te weinig clubs Europa League spelen. Het is natuurlijk de makkelijkste manier om bij te leren. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk het grote voordeel dat we niet alle spelers zo oververmoeid zijn als de rest van de landen. Want die spelen elke paar dagen. Ja. En die zijn het eind van het Latijn als ze die kant op moeten. Ja. Dus zoals ik vaak zeg, elk nadeel heeft zijn voordeel. En je moet het maximale eruit halen. Als je nou terugkijkt op je leven, concludeer je dan dat je een mooi leven gehad hebt? Ja hoor, ik ben dik tevreden. Helemaal tevreden? Ja. Met alle stommiteiten en leuke dingen die ik meegemaakt heb. En nou ben ik ook wel een type die dus graag terugkrijgt naar de positieve dingen. Ja. De slechte dingen vergeet ik zo liever mogelijk. Je bent ook, dat realiseer je misschien niet eens, maar ik loop nu al 40 jaar het wereldje rond. En jij bent een van de weinigen die ik ken die gewoon bij zijn eerste vrouw gebleven is. Het is een beetje saai, maar wel heel voordelig. Hè? Jawel, ik heb het natuurlijk een vrouw in Duitsland gehad. Die altijd ondersteunend geweest is op elk gebied. Nooit voor aangelopen heb. Nooit op foto's te vinden is. Nee. Dus altijd. Ik heb haar nooit mogen interviewen. Nee, doet ze ook niet, maar nog niet, hè? Nog met niemand. Dus het is wat dat betreft een fantastische rugdekking geweest op elk gebied. Want net wat ik net zei, je ging naar Amerika en dan kom je eraan, hè, met drie kinderen. Ja, dan moet er gevoetbald worden en dan moet je voetballen. Maar dat boeltje moet natuurlijk wel geregeld worden. Ja. Met de verhuizing, wie er komt en de hele bende. En dan zegt zo'n trainer van, we gaan volgende week moeten we 10 dagen op reis. Ja, dan zou je toch 10 dagen op reis moeten. Maar de boel moet wel geregeld worden. Jij zegt eigenlijk, in die hectische voetbalwereld is een rustige thuissituatie best belangrijk. Dat is bijna het belangrijkste, ja. Kijk, Kees Rijvers zei heel vroeger, spelers moeten vroeg trouwen. Dan hebben ze stabiliteit. Ja, maar ik begrijp zijn opmerking wel. Jawel, dat was toen die tijd ook in die periode. De hele wereld is wat dat betreft een beetje veranderd. Maar in ieder geval, het is wel zo dat je als je het maximale uit jezelf wil halen, dan moet je je 100% kunnen concentreren waar je op moet concentreren. En als de rest, om wat voor reden dan ook, de concentratie wegneemt, op wat voor onderdeel dan ook. Dat bedoelde ik eigenlijk met kijken als coach zijnde. Dat het zo belangrijk is. Want je ziet dan iemand wanneer zijn kind ziek was. Je ziet iemand wanneer een schoonmoeder, schoonvader, weet ik van wie in de familie misschien een of andere ziekte heeft. Dat kan je zien. Ja. En dat is de goede coach. Wie dat ziet, wie erbij neemt. Wie hem een beetje speelt zonder maar niet, ga maar naar huis. Dat hoeft allemaal niemand te weten. Maar daar breng je dus een team van bij elkaar. En dat is dus niet dat je commentaar hebt omdat iemand toevallig slecht gespeeld hebt. Maar als je weet wat er aan is, kan je voorkomen dat hij goed slecht speelt. Je kunt hem ook dat setje geven om te zeggen, hé jongen, speel een uur, dan pak ik je eruit, dus geef alles. Er zijn zoveel oplossingen, maar het is wel dat je het eerst gezien hebt. Deze gesprekken worden altijd besloten met de favoriete muziek van de gast en je mag alles kiezen, behalve oei, 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 dat was me weer een loei. Maar ik heb ook niet de indruk dat je favoriete muziek is. Nee. Ik kan helemaal niet zingen. En ik heb er maar je hebt je doen gewoon zo gek laten maken om dat een keer te doen. Ja, het was gewoon leuk. Weer een ervaring rijker. Ja. En bleek dus dat je nul talent hebt. Dus, ja. Maar leuk om te doen? Ja, alles is toch leuk om te doen. Ja. Elke ervaring is er één. Ja. Ja. Maar wat is wel je favoriete muziek? Ik heb een heleboel muziek waar ik van hou, maar Elton John vind ik altijd Diana Krall en noem maar op. Dus de rustige kant, hè, ja. Van het happy. Ja. Dus, en alles wat en die mevrouw is getrouwd met Elvis Costello nu, hè? Oh, dat weet ik al. Diana Krall, ja, ja. Oh, dat lees ik allemaal niet. Ja, je moet wel een beetje bijhouden. Ja, nee, dat hou ik niet bij. Ik ben wat dat betreft. Wij zoeken wel even wat op, Johan. Hartstikke bedankt. Oké, doe je niet. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
In other words, please be true. In other words, I love you.